Hallo allemaal. Dat is al lang geleden dat we elkaar hebben gezien. Hopelijk gaat het goed met jullie. Zoals jullie weten blijven de scholen nog even dicht. En omdat de scholen nog even dicht blijven, hebben we beslist om via YouTube toch de lessen verder te zetten. Deze lessen die ik nu ga geven, worden sowieso nog eens herhaald als we terug in de klas zijn. Dus als je iets niet hebt begrepen, geen nood, ik herhaal het sowieso nog een keer. En je mag me ook bellen via WhatsApp of via mijn nummer. Hè. Goed, dus vandaag gaan jullie de eerste les van mij krijgen via deze weg, hè, YouTube-filmpjes. En we beginnen eigenlijk met een nieuw thema voor WO. En deze keer gaat het eigenlijk over verschillende delen die wij aan ons lichaam hebben en die wij eigenlijk dagelijks gebruiken. Zoals bijvoorbeeld, jullie zitten nu te kijken naar het filmpje, jullie kijken naar mij. En dat doe je met jullie ogen. Hè? Jullie ogen heb je nodig om te kunnen kijken. En met jullie horen, horen jullie wat ik vertel. Hè? Daarvoor gebruik je jouw oren. Hè? En dat doe je met jouw oren en je hoort wat ik zeg. Niet alleen kan je dus met jouw ogen kijken en met jouw oren horen. Je zit nu waarschijnlijk ook op een stoel. Hè? En je voelt, of op jouw zetel, en je voelt... je voelt eigenlijk dat je eigenlijk zit op die stoel en je voelt of dat die nu hard of zacht is. En dat doe je met jouw huid. Hè. Met onze huid voelen we of iets hard, zacht is, nat of droog. Niet alleen kan je voelen ook, hè. Je kan ook andere dingen. Misschien hè, is iets, mama nu iets lekker te koken in de keuken of papa. En dat ruik je. Hè. Je ruikt of dat iets lekker ruikt of dat iets slecht ruikt. Of je kan al door het ruiken al raden wat het eigenlijk is. En daarvoor gebruik je jouw neus om te ruiken. Nadien krijgen jullie misschien wat de mama of papa aan het koken is. En dan ga je proeven of je het echt lekker vindt. En om te proeven gebruik je jouw tong die in je mond zit. Voilà, dat waren dus 5 delen van ons lichaam die wij eigenlijk dagelijks gebruiken om te kunnen functioneren. Dat is 1 deel van ons lichaam. Dus, maar die 5 gebruiken we echt dagelijks. En deze hebben een naam. Ik zal de naam eens zeggen, maar als jullie dat niet weten, deze noemen we de zintuigen. De zintuigen. Ik weet niet of jullie daarvan hebben gehoord, maar dat zijn dus 5 zintuigen. En we gaan ze eens alle 5 herhalen, hè, deze 5 zintuigen. We hadden dus het gehoor. En voor het gehoor gebruiken we onze oren, hè, want met onze oren kunnen we horen en dat zintuig noemen we het gehoor. We hebben ook de geur. Hè? En voor de geur gebruiken we onze neus. En met onze neus kunnen we ruiken. De geur. We hebben ook de smaak. Hè? Dat is ook een van die 5 zintuigen. En de smaak, dat doen we met onze mond. En in onze mond zit onze tong. En daarmee gaan we proeven. Hè? De smaak. We hebben ook het zicht. Hè? En het zicht, dat doen we met onze ogen. Hè? Onze ogen gebruiken we om te kijken. En deze zintuig noemen we het zicht. En als laatste hebben we ook de tast. En de tast, dat doen we met onze huid. En met onze huid kunnen we voelen. En deze noemen we de tast. Zo, dat waren de 5 zintuigen. Hè? Deze 5 zintuigen gebruiken wij heel de dag door. En daarover gaan we het hebben tijdens dit thema. We gaan nadien elk zintuig van dichterbij bekijken. Dus in de volgende filmpjes ga ik elk zintuig apart bespreken. En dan hoort daar soms ook een filmpje bij. Dus het eerste zintuig dat we de volgende keer gaan bespreken is de smaak. Hè? De dingen die we kunnen proeven met onze tong. Maar nu had ik een kleine samenvatting van wat we eigenlijk gingen doen tijdens dit thema. Mijn opdracht voor jullie is om jullie, in jullie werkbundel de eerste pagina te nemen. En daar staan eigenlijk de 5 zintuigen op. Hè? En die mag je eens gaan opschrijven en eens nadenken wat je vandaag hebt gebruikt, welk zintuig je hebt gebruikt en wat je ermee hebt gedaan vandaag.
En dan mag je die opdracht eens naar mij doorsturen via WhatsApp of zo. Trek een foto en stuur me door. Voilà, dan zie ik jullie de volgende keer voor het eerste zintuig te bespreken. Voilà, ik wens jullie veel succes, veel groetjes en tot de volgende keer. Dag!